Wat is de bedoeling van vandaag? Het is een spinningmarathon dat 5 uur duurt. En wij als AZ zijn gekomen om 2 goede doelen te steunen. De Spieren voor Spieren en Van Goor Foundation. Dus daarom zijn we hier. Het was dus een totaal andere uitlooptraining dan anders. De volledige selectie van AZ spinde een uur mee in een 5 uur durende marathon voor de 2 goede doelen. Hou je het vol? Tuurlijk. Zeker. We zijn net warm aan het worden. Komt dat goed? Ja, gaat nog wel goed, ja. Ik ga in ieder geval harder dan Van Overheem. Dus, jij doet het rustig aan, hè? Ja. Bij mij gaat het rustig. Voor de fiets. Voor de snelheid. Venofiets stond wegens zijn blessure helaas langs de kant. Ik had graag mee willen doen, maar het is even niet anders. Maar ik vind het heel leuk om te zien hoe het georganiseerd is en hoe iedereen zijn best doet. Dus het is alleen maar mooi. Maar dat geeft hem wel de gelegenheid om even rustig uit te leggen waarom dit initiatief zo bijzonder is. Sinan, hier stopt het af. Ja, heel bijzonder. Ik denk als je als voetballer het goed heeft en bevoorrecht bent. En ik denk dat je dan je medemens kan helpen. En ik denk dat dit soort doelen gewoon fantastisch zijn om je medemens te kunnen helpen. En daarvoor willen de mannen zich echt wel extra in het zweet werken. Hoewel ze zich nog wel moeten focussen op de volgende wedstrijd. Aankomende week lekker vrij. Aankomende week? Nee, we gaan gewoon keihard doortrainen. En VVV staat te wachten, dus we gaan gewoon keihard door. Morgen en volgende week lekker vrij hierdoor. Nee, absoluut niet. Nee. Gewoon lekker doortrainen. Bikkels.